ondanks het verschil, ondanks alle strijd, groeien ze, bloeien ze, versmolten door de tijd. Ja, ik speel samen met Laurens de Den, zeg maar, de twee broers van de hoofdrolspeler, Laus Steenbeke. En het is een beetje een komisch duo, zeg maar. Dwars door de hele voorstelling heen. Wij zoeken ook contact met het publiek. We jutten het publiek op. We proberen het publiek erbij te krijgen. We stappen af en toe uit de voorstelling door direct commentaar te geven op de voorstelling zelf. En ja, het is een beetje het cement, zeg maar. Het cement tussen de voorstelling. Wat lijkt jou nou het meest interessante aan de rol die jij hier gaat spelen? Het leuke aan dit soort grote voorstellingen is eigenlijk vooral dat het echt heel veel verschillende mensen zijn die samen iets maken. Ik bedoel, en dat wij dan zeg maar als professionals dat tussendoor lopen en met heel veel amateurs erbij proberen om daar een hele mooie voorstelling van te maken. Dat is eigenlijk het mooiste, want het is natuurlijk best moeilijk op dit moment in een land als Nederland om heel veel verschillende mensen bij elkaar te krijgen om allemaal dezelfde kant op te lopen. Ik heb enorm veel opgezocht, maar een aantal heb ik eruit gepikt die in voor mijn gevoel een beetje in het DNA van Almelo zitten. En die komen her en der in het stuk, maar de rode draad is gewoon het verhaal van een man. En dat is in dit geval, net als Hans Holtman is geweest, stadsarchivaris. Een stadsarchivaris die eigenlijk alles over de stad weet. En in zijn herinnering weet hij dat allemaal zo goed. En in zijn ziekte, want hij is ziek, verwisselt hij alles met elkaar. Dus als je zegt, allemaal 600 jaar, ja wacht, nog veel langer. Almelo bestond al eerder. Ik weet het nog goed. Want hij kan zich zo levendig voorstellen wat hier allemaal gebeurd is in de geschiedenis van Almelo. Dus zijn persoonlijke leven en het verhaal van Almelo is in en hetzelfde verhaal. Wat zing jij zoal en ja, hoe is het voor jou om dat te doen? Vanuit mijn opleiding zing ik eigenlijk best wel veel musical nummers. Maar in mijn vrije tijd toch ook wel weer pop, waar dit eigenlijk ook wel naartoe neigt. En dat zing ik vooral. En ook in deze voorstelling zing ik als de rol van Sophie, ga ik dat nummer zingen. Heb je er zin in? Ja, ongelooflijk. Het is echt superleuk. Het is gewoon zo groot en dat het decor nu wordt gebouwd voor deze voorstelling. Het is... Ja, dat maak je, het is echt uniek. Dat maak je niet mee vaak. Dus. Heb jij eerder een dergelijk groot theaterspektakel, heb je daar eerder aan meegedaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus dit is voor mij ook de eerste keer. Ook de eerste keer dat ik bij zo'n hoofdkast hoor. Dus alleen maar nieuwe en leuke dingen. Ja. Hoe ga jij die rol je eigen maken? Nou, door hier gewoon te komen repeteren en me te verdiepen in de tekst. En met elkaar vinden we daar een hele mooie vorm voor. En dan trek je zo'n jas aan en die gaat op een gegeven moment lekker zitten. Hier nog een beetje vermaken, daar een beetje verstellen. En het voelt heel goed, want het is een heel mooie opzet. En ik mag gewoon heel hard werken en verbouwen, want ik ben een man die op leeftijd is en die stervende is. Dus dat gegeven, dat biedt eigenlijk ook een houvast waar je in kunt duiken en waarin je je tanden kunt zetten, zou ik maar zeggen. Hij valt er zo.